Hey beste kijkers, welkom bij weer een aflevering van Amateurvisser.nl. Het is vrijdag, het is 5:10. En dat betekent dat het weer een Feeder Friday is voor mij vandaag. Ik ga met een winkelpikker op stap. En ik heb een beetje research gedaan, want ik koop normaal altijd van het voer van Betech Envy. Dan 2 kilo ofzo. En dan betaal ik €7,99 voor. Exclusief verzendkosten. En dat vond ik toch eigenlijk best wel veel. Dus ik jaag er dan toch zo'n kilo per sessie doorheen. Dus je bent zo'n €5 per vissessie kwijt. Soms 8 euro, 4 euro of 8 euro. 8 euro als ik 2 kilo verbruik. Een hele dag vissen bijvoorbeeld. Dus ik ben een beetje op zoek gegaan naar een alternatief recept. Een soort basisrecept. Wat ik kan gebruiken op de feeder, op de method feeder en gewoon als lokvoer. En ik ben een recept voor lokvoer tegengekomen van Sportvisserij Nederland, Ed Stoop. Die video die kunnen jullie hier zien. Wel een beetje een ludieke video, maar best wel grappig, want ik heb daar dat recept vandaan van het voer wat ik nu ga maken en waar ik vandaag mee ga winkelpikkeren. Nou, het voer bestaat uit een aantal vaste soorten meel. Zoals gezegd, het recept van ik heb van Sportvisserij Nederland, een uitstoop, dus het is niet van mij. Maar ja, Ed weet wel waar hij het over heeft, dus we gaan het gewoon proberen. Het bestaat uit een aantal dingen. Ten eerste een bruinbroodmix. Dat zien jullie hier. Ik heb hier 4 kilo bruinbroodmeel gekocht. Het zit niet allemaal in die bak, maar ik heb nog een paar zakjes daar liggen. 4 kilo bruinbroodmeel, die kostte €1,70 per stuk. Die heb ik bij Henk Koster besteld. Dus dat is €6,80. Het bestaat uit 2 kilo beschuitmeel. Beschuitmeel kost €1,55 daar per kilo. Of 700 gram per kilo. Dus totaal van beschuitmeel €3,10. Maismeel 2 kilo. Ja, het is wel een kilo, dus 2 kilo maismeel gaat erin. A, €1,60 is €3,20. Een kilo babykorn, dat is gewoon maismeel zoet, dat is gewoon babykorn. 1 kilo voor €1,79. Een kilo koekmeel voor €1,75. Een kilo PV-coulant. PV-coulant zijn gewoon gemalen high energy paardenbrokken. Dus daar moet je niet te veel van erin doen. In verhouding maar één deel. Dus 1 kilo PV-coulant. En 1 kilo kokosmeel. En dat gaan we allemaal dadelijk in één grote bak gooien. Dat komt er dus op neer. Ik heb dus het merk van EVZ en het huismerk van Henk Koster. Dit hele setje heeft me alles bij elkaar €20,14 gekost. Dus €20,14. En daar heb ik in totaal 12 kilo voer voor. Dus dat kost me €1,68 per kilo. En het voer dat ik voorheen gebruikte, was wel specifiek method feeder voer en dat soort dingen. Maar ja, who cares, weet je wel. Dat kostte €4, dus spaal toch €1 of €2,40 per... €2,40 per kilo spaar ik uit. Dus dan kun je toch wel redelijk wat... wat geld besparen. En gaat dit natuurlijk al dagen lang de visserij ga ik dit aanvullen met casters, maden of mais. Dus je kunt er nog een geurtje doorheen doen mocht je dat willen. Maar ja, dus financieel is het in ieder geval wel interessant. Dan gaan we nou eens kijken of het ook iets vangt. Ik heb hier een grote vuilnisbak. Mooi ding. Dan kan ik het allemaal mooi inflikkeren. En ik begin met het broodmeel. Dat is 2 kilo broodmeel. De broodmeel zit in van die hele slappe plastic zakjes. Dus die zijn open gegaan tijdens transport. Dat is ook lekker. 3 kilo broodmeel. 4 kilo broodmeel. Zo. 'Koop dat die emmer groot genoeg is. Kan je de komende maanden mee vooruit, want dit
dit lok voor zo totaal 4 kilo broodmeel. Dan, ik spreek niet eigenlijk niet 2 kilo's, maar moet ik gewoon zeggen delen. Dus 4 delen broodmeel. Een deel koekmeel. Ik hoop dat dat gaat passen. Een deel koekmeel, zo. En dan kokosmeel. Kokosmeel, oh, de emmer is al bijna, vol, dat gaat niet meer passen. Nou, gewoon kijken wat we erin kunnen krijgen en de rest dat frotten we wel bij. Beschuitmeel, 2 delen beschuitmeel. Zo. Eén deel. Ja, ik moet toch echt een andere emmer nog gaan zoeken. 1 deel, 2 delen beschuitmeel. Dat is veel. Nou, ik wil even een andere emmer pakken, want dit past niet meer. Even een emmertje erbij pakken. Het voer wat hierin zit ga ik nu eventjes mengen. Zodat dezelfde verhoudingen in elke emmer zitten. Dat is nog wel even werk. Lokvoer klaarmaken voor vanavond. Heb ik een 2 kilo heb ik wel genoeg. Misschien dat ik er nog één bakje bij maak om echt erin te gooien, maar dit is genoeg voor de feeder. Dus dan gaan we dat eens. Hoppa. Dan in het meng. In de mengvorm kan ik het wat beter mengen. Zo. Dan komt er natuurlijk wat water bij en door het water doe ik wat, wat goo, zodat het voer lekker ruikt, in dit geval naar strawberry kick. De geur trekt natuurlijk veel beter in het voer op het moment dat je het door het water doet. Maar als je die gewoon in het voer doet, dan krijg je nooit goed verspreid natuurlijk. Oeh.
En zo kneed je dat goed door elkaar. En wat je dan eigenlijk moet doen is het door een voerkorf of een zeef, door een zeef halen, zodat deze stukken eruit zijn. Maar wat ook helpt is dan even over de oppervlakte zo wrijven. Dan valt het ook meestal wel uit elkaar. Tot iets heel kleins. En de bedoeling is dus als je knijpt, dat blijft zitten. En als je erop drukt, dat het weer uit elkaar valt. Ja, dat lijkt aardig het geval te zijn in deze. Nou, excuses voor het geluid hierachter, mijn dochter is aan het repeteren. Maar ik ga met maden vissen, dus ik doe er ook een paar maden door het voer. En ik doe ook wat castels door het voer, dat is ook altijd goed. Zo. Zo. Dat nog maar even goed mengen. Nou, daar komt nog wat goedkope mais erin. Niet te veel. Zo. Nog wat geknipte wormen. Nou, kinderen even de ogen dicht. Poeh, de beurt. Zo, wat mij betreft is het voer nou helemaal klaar. Het enige nadeel is dat ik het niet gezeefd heb. En er dan toch nog wel wat stukjes in zitten. Ik krijg als het goed is een voerkorf voor Vaderdag. Of een voerkorf zeg ik altijd. Een voerzeef voor Vaderdag. Dus we doen het nu nog maar eventjes zo. Maar laat ik maar eens proberen om te kijken of het een goed voertje is. Zo, we zijn alweer bij de plek des onheils aangekomen. Een beetje een oude vertrouwde stek. Eens kijken of hier het voer dat ik gemaakt heb werkt. Dus ik ben eens benieuwd hoe we het meemaken. Ik heb dit keer wel een paraplu meegenomen. Gewoon een simpele, normale paraplu. Niet eens een visparaplu, gewoon een parapluutje. Ik heb hier 2 weken geleden met Feeder Friday ben ik hier echt zeker nat geregend. Dan kunnen jullie in die video wel zien als je naar amateurvisser.nl gaat, dan zie je dat blogartikel in de video. Nou, een beetje bijvoeren met deze balletjes. Oh, die meuren goed zeg. Hop. Beetje droog, viel iets uit elkaar, maar ze laten nog geen echt spoor achter, dus ik denk dat het wel goed is.
Nou, ik zit. Wat ik dan zo lekker vind, het is vrijdagavond. En mijn vrouw is naar Terschelling, naar Oerol Festival. Mijn dochter is thuis. Die is met oma aan het eten, denk ik. Dus ik hoef helemaal niks vandaag. Ik kan gewoon lekker rustig blijven zitten. Niet denken van, oh, ik moet daar nog dit doen of dat doen. Of gewoon lekker. Lekker relaxed aan het water. Even gedacht op nul. Lekker vissen. Nou, dat was de eerste aanbeet van vandaag. Na ongeveer 20 minuten. Nou, misschien een half uur. Op de maat. Ik knoep van aanbeet en ik zat op mijn telefoon te kijken welke apps geüpdate waren. En ik had het dus gewoon helemaal niet. Ik had het gewoon veel te laat in de gaten. Dus dat bedoel ik met winkelpikker. Het is een actieve visserij en je moet wel opletten. Nou, de eerste van vanavond. Een brassem. Beet wel redelijk goed. Beet redelijk door. Op de maai. Zoals altijd, hè. Niet door die andere lijn gaan zwemmen, jongen. In de lip gehakt. Yep. Ja. Mooi vis toch? Lekker brasemslijm aan de lijn. Sommige mensen laten dat zitten, maar ik haal dat er toch altijd af. We dat allemaal toch allemaal netjes hebben. Nou, dus ontzettend rustig qua aanbeten. Ik denk 3 aanbeten gehad. 2 uur tijd. 1 brasem weten te verzilveren. En eentje misgeslagen op de maden. En eentje misgeslagen op de kleine pallet. Ik heb gekeken of mijn voer wel goed van substantie was. Dus ik heb een balletje gekneed. En hier vlak voor de kant in het water gegooid. Kunnen jullie misschien zien liggen daar? Gewoon eens om te kijken hoe lang het duurt voordat het uit elkaar valt. En of het uit elkaar valt en hoe snel. Nou, aan zich is dat wel goed, want het breekt af na zo'n 10 minuten op de grond. Dan is het een hoopje, dus bah, dat zou goed zijn. Dus ja, het is gewoon rustig. Het enige verschil is dat ik normaal op deze plek altijd voorvoer. 2 avonden van tevoren voer ik hier. En dat heb ik nu niet gedaan, dus misschien dat dat iets uitmaakt. Maar ja, kun je natuurlijk zeggen van het ligt aan het voer. Het lokvoer is niet goed, dat kan hè. Maar dat durf ik na 1 keer nog niet zo te zeggen. Dan zou ik het echt vaker moeten proberen. En dat ga ik ook zeker doen. Want 12 kilo van het spul liggen, dus moet je toch wel op gaan maken dan. Anders dan staat het er ook maar natuurlijk. Dus ik heb nog wel wat plannen voor het weekend. Zeg, mijn vrouw is naar Oerol, dus ik kan lekker mijn gang gaan. Misschien morgen even naar de vijver hier in het dorp eens gaan proberen. Met de method feeder en de pikker. En maandag dan ga ik met mijn pa vissen. En het is de bedoeling om een varkenswaar te gaan vissen. We hebben daar goede verhalen, althans mijn pa had daar goede verhalen over gehoord van een visser uit Limburg. Dus ik heb daar van de week eens naar gebeld en ja, die kon je gewoon terecht. Kon je gewoon een dagvergunning kopen, €3 per hengel. Maximaal 2 hengels, dus maximaal €6. Dus
Ik denk dat ik ook met twee pikkers en voor mijn pa. Voor mijn pikker en een method feeder aan de slag ga. Dus eens kijken wat dat maandag gaat worden, want het wordt wel takken weer. Dus paraplu mee. Ja, weet je wat het is met Feeder Friday? Kijk, het is natuurlijk leuk als je wat vangt, maar je vangt niet altijd wat. Zoals nu is het ja, een braas of een paar beetjes. Is het echt eigenlijk helemaal niks. Toch westenwind, dus het ligt ook niet aan de wind. Misschien doe ik wel iets verkeerd, misschien is mijn lokvoer gewoon kut. Maar ja, weet je, dan kan ik wel zeggen van, oh ja, nee, dan maak ik er geen videoverslag van, want doe alleen als ik iets vang. Maar ja, vis is ook gewoon lekker aan de waterkant zitten. Het is niet alleen maar vis binnen takelen, want dan kun je net zo goed op zee gaan vissen. Dus ik heb het besluit genomen dat elke Feeder Friday die ik doe, dat ik die ook film. Ondanks de resultaten. Ik denk dat er toch altijd wel iets interessants tussen zit. Ook ja, met dat lokvoer en zo, dat allemaal proberen. Dan krijg ik vaak weer goede tips van mensen die dan zeggen van, oh ja, je kunt het lokvoer beter zo en zo doen. Of als je het in de feeder doet, dan kun je beter dat en dat erbij doen. En dan krijg je altijd weer heel veel tips. En ja, dat houdt het voor mij ook leuk. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hebben aan mijn filmpjes qua tips en vermaak. Maar het is net zo belangrijk voor mezelf om ook tips van jullie te krijgen. Ik bedoel, ik ben echt geen professionele visser of zo. Dat zou ik ook niet willen zijn trouwens. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En soms dan zit ik aan de waterkant en denk van, ja, boah, ze bijten echt niet. En dan pak ik in en dan denk ik van, pff, het is helemaal niks. Maar zodra ik dan thuis ben, dan denk ik, oh, misschien morgen dit eens proberen of morgen dat eens proberen. En dan kan ik weer niet wachten om te gaan. dat is wel cool, vind ik. Dat vind ik een mooie van vissen. Ja, en ik heb nu een beetje met het feeder, hè, met de winkelpikker en de feeder, vind ik echt hartstikke leuk vissen. Je kunt een beetje stromend water, kun je lekker statisch vissen. Hoef je niet de hele tijd een dobber terug te trekken en opnieuw in te gooien. Je kunt lekker turen naar de hengeltoppen. Ah, ik vind dat echt wel een kick. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En, in de winter ga ik meestal snoeken. Want dan is het qua witvis natuurlijk heel rustig. Dus dan ga ik liever iets anders doen. Dan ga ik meestal snoeken. Misschien dat ik van de zomer nu ook nog wel een keertje ga snoeken hoor. Moet eens even kijken. Dus, maar goed. De avond is nog niet voorbij. De dag is nog niet voorbij. Dus misschien hoef maar een zeel te bijten en mijn dag is weer goed hè. Nou, zoals jullie zien zit ik onder mijn paraplu. Het regent. Een beetje. Dus niet veel, maar heel licht. 0,2 mm per uur. Maar maandag wordt het regenen 10 mm. Het wordt gewoon echt takken weer maandag. Dus misschien toch maar een andere dag uitkiezen om naar Varkenswaard te gaan. Eens even kijken. Nou, terwijl ik mijn spullen sta op te ruimen zo'n beetje, dan vang ik toch nog een troostvis. Ja, misschien beginnen ze nu wel weer te bijten. Ben ik te vroeg aan het inpakken. Altijd als je niet staat op te letten. Zo, dat was het weer voor vandaag. Feeder Friday. Twee brasempjes viel vies tegen. Ja, ik had natuurlijk hoge verwachtingen van het voer, maar dat is ook niet echt. Maar dat hoeft niet aan het voer te liggen, het kan gewoon echt gewoon een slechte dag zijn. Dus ik brei er een einde aan. En ik ga dit weekend nog wel een keer vissen en dan hoop ik wat meer vis te laten zien. Fijn weekend. Vond je het een leuke video? Klik dan op het duimpje omhoog of abonneer je op het kanaal van amateurvisser.nl.